Ik ben deze keer in Liemt bij Katja de Man. En Katja heeft bijzondere verhalen. En Katja heeft ook een boek geschreven over de wilde mens te bevrijden. Hallo Katja. Hi, Josephine. Wat geweldig wonen is het hier. Helemaal in de vrijheid. Ja, dat is echt een fantastisch plekje. Ja. Ja. Helemaal blij dat ik hier woon. Ja, kan me voorstellen. Mijn plekje. Ja, ja. Ja. Want kom je uit Liemt? Nee, ik kom niet uit Liemt. Ik ben in Vught geboren. En ik heb daar tot mijn 16 ongeveer gewoond. En daarna een tijdje in Den Bosch. En daarna heb ik 14 jaar bijna in het buitenland gewoond. Oké, okay. Dus jij woont pas sinds een aantal jaren in Liemt? Ja, dat is inmiddels al wel weer een jaar of 10, denk ik, dat ik in Liemde woon. Ja. Zo. Ja. Ja, je hebt een boek geschreven. Klopt. En dat boek gaat over het bevrijden van de wilde mens in ons. Ja. Wilde vrouw staat voor de transformatie van de vrouw, van de mens eigenlijk, naar een hoger bewustzijn. En dat hogere bewustzijn, het bewustzijn daarin is dat jij je eigen leven inderdaad creëert. Dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven. En dat alle keuzes die je maakt, kun je niemand anders de schuld voor geven, behalve jezelf. Ja. Ja. Wilde vrouw is wild van het licht dat in haar schijnt. Daar is ze wild van. Dus ja, ik snap dat het woord wilde vrouw andere associaties met zich meebrengt. Maar ze is wild van het licht dat in haar schijnt. En het licht dat in je schijnt zijn de mogelijkheden die je zelf kan creëren. Het onmogelijke mogelijk maken. Je hart laten bepalen voor een mooi leven. Elkaar naar een hoger platform helpen. Dus niet elkaar neerhalen. Nee, elkaar naar boven drukken. Wilde vrouw is de oorspronkelijke vrouw. En de oorsprong is het licht. Hè? We zijn allemaal vanuit het licht gekomen. Dus het is de vrouw die geen ja zegt als ze nee bedoelt. Het is iemand die dicht bij zijn eigen waarheid blijft. Bij zijn authenticiteit. Niet met meute en de menigte meehobbelen. Gewoon heel puur. Een pure ik. Ja, de pure jij. Ja. Ja. Schaamteloos. Waarom zou je dingen verbergen of waarom zou je je ergens voor schamen voor wat je hebt gedaan of meegemaakt? We zijn allemaal zo menselijk. Ja. Als je echt op dat menselijke stukje van iemand gaat zitten, ja, wat is er dan raar? Ja. Wat is er dan gek? Waarom moet jij dan oordelen over een ander? Hè, waarom moet je een ander neerhalen of roddelen over een ander? Hè, alles. Ik heb eigenlijk nog nooit iets echt gezien wat waarvan ik dacht, nou, dat is echt te gek geworden. Ja, dit zou echt niet kunnen. Nee. Of dit nou, kan heb ik wel een behoorlijk open mind, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar ik vind het mooie ook, dat we allemaal zo menselijk zijn. En als we daar op dat stukje gaan zitten met z'n allen, dan wordt de wereld wel een stukje mooier. Dan wordt Ik denk wel dat ieder mens zijn best doet. Alleen dat niveau is anders. Hè? Ja. Iedereen zit op een ander level. Ja. Ik denk wel dat alle mensen hun best doen om er iets van te maken. Ik ben het er niet mee eens dat mensen hun best doen. Ik denk dat ze allemaal wel wat beter hun best kunnen doen. Vind je, hè? Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen. Is dat een overtuiging van jou? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat gewoon heel veel mensen in angst leven, waardoor ze niet naar de mogelijkheden gaan die in ze zitten. Ja. Maar het is iets anders. Want dan je mag op een gegeven moment wel eens een keer tegen jezelf zeggen, nou is klaar met die angst. Of nou even een rotschop. Of even uit die comfortzone. Of even niet het geld najagen. Ja. Of, ik denk, dan zijn we er weer. Je moet er bewust van worden. Bewust van worden dat je uit een angst leeft. Ja. Of uit een, wat voor iets, hè. Mensen leven vanuit een bepaalde overtuiging. Of dat nou angst is. Of, En ik denk dat als je daar bewust van bent. Maar dan moet je wel echt iets veranderen. Ik bedoel, je moet je iets veranderen. Wel lef tonen of risico durven nemen. Of uit die comfortzone gaan om te kijken. Ik geloof eigenlijk niet dat als je zegt van iedereen doet hun best. Halen mensen echt het beste uit zichzelf? In die zin hun best doen? Ja, ik denk wel dat mensen vastzitten. Heel veel mensen zitten vast en die denken van laat maar zo. Ja. En ik denk dan, dat is ook goed. Waarom? Omdat, dat is dan die persoon en dat mag ook.
Ja, het mag. En jij zou hem dan even pakken. Ja, even schudden. Maar als mensen daar helemaal tevreden mee zijn en ze zijn daar ze hebben een mooi leven en ze zijn daar gelukkig mee, dan vind ik het prima. Ja. Maar op het moment dat ze in die vastheid zitten en ze hebben er last van. Ja, dat is iets anders. Ja. Dan denk ik van, het hoeft niet. Ja. Nee, hoe ga je dat oplossen? Ja. Je kan echt een mooie leven leiden wanneer je dichter bij jezelf komt en wanneer je de keuzes durft te maken. Niet de keuzes die andere mensen van je verwachten, maar de keuze diep van binnen in jou. Die gedichten die je zelf schrijft, heb je een gedicht van mij? Ja. Kun je er eentje voorlezen? Ik kan al eentje vertellen. Of vertellen, zo. Ja. Nou. Er bestaat een wilde man en er is een wilde beest, maar de wilde vrouw, die is er nooit geweest. Dat is toch echt frappant, want ze huist in iedere vrouw, klopt vol passie op haar hart en roept, omarm me nou. Laat me nu toch vrij, laat mij mijn gang nu gaan. Speel en leef en vrij en dans, ben je bewust van mijn bestaan. Wild van het licht dat in je schijnt en de liefde die je geven kan. Je lach die iedereen laat stralen. De zoektocht naar die ene man. Je kwetsbaarheid, je kracht, je volmaaktheid en je macht. Je ziel en ook je zaligheid. Bevrijd ze met bevlogen vuur. Het is tijd om er aan toe te geven. Ga op avontuur. Want wilde vrouw bestaat in jou. Wilde vrouw wil leven. Hoe oud was je eigenlijk toen je ging reizen? De eerste reis die ik alleen maakte was toen ik 16 was. In school? Daar was ik toen net af. Ja. Maar je bent wel leerplichtig nog. Ja, het was in de zomervakantie, wel. Oké. Ja, zomervakantie na school. En toen ben ik naar Milaan gegaan alleen. Ik kon modellenwerk doen. Oké. Ja, dus dat was een beetje mijn intro in het buitenland. Hè, het buitenland, kom in de wereld. En ik vond dat modellenwerk op zich niet erg bijster interessant. Maar ik vond het zo fijn om in een plek te zijn waar je de weg niet wist. En waar je gewoon een hoek omslaat. En je weet niet waar je terechtkomt. En je weet niet wie je tegenkomt. En ja, het, gewoon het hele vrije. Het onbekende en het vrije. Dat vond ik heel erg fijn. Een beetje het dwalende. Ja, gewoon het onderzoekende, zeg maar. Totaal nieuwsgierige wat je daarachter hebt. Wat heeft het jou opgeleverd, Milaan? Niet zo heel veel. Qua modellenwerk was het allemaal prima en leuk. Maar het heeft me vooral opgeleverd dat ik vanaf dat moment zoiets had van... Goh, ik wil weg uit Nederland en ik wil de wereld gaan verkennen. En ik wil de wereld gaan zien en onderzoeken. Ja, want toen ben je teruggekomen en toen moest je eigenlijk weer naar school. Eigenlijk. Ik kreeg volgens mij in Milaan te horen dat ik gezakt was voor mijn HAVO. En of ik een her wilde doen. Maar ik dacht van ja, ik ga toch niet terug voor een her. Kom op nou. Ik zit hier veel te leuk. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Dus ik ben daarna niet meer teruggegaan naar school. Ik heb ook geen diploma wat dat betreft. Nee. Je bent toen de wereld rond gaan trekken. Je bent dus echt een tijd weggebleven. Of hoe ging dat? Ik ben eerst inderdaad als model naar een aantal steden geweest en op een gegeven moment kwam ik in Londen terecht. En toen kwam ik in contact met een acteerschool, de Lee Strasberg Studio. Dat is een bepaalde vorm van acteren, method acting noemen ze dat. Mm-hmm. Hetzelfde acteren wat zeg maar Meryl Streep doet en Al Pacino en Robert De Niro en Dustin Hoffman, al die grote acteurs. En dat vond ik zo bijster interessant. En dat was eigenlijk ook altijd mijn droom. Dus het uiterlijk voor modellenwerk vond ik leuk. Maar ik vond het boeiender van wat er in je zit en wat er dan uit kan komen. Ja, het toneelspelen Het acteren, het toneelspelen. Het verdiepen in een ander karakter. Ja. En dus kon ik daar gaan studeren. Dus, en dat, dat heeft me vervolgens van Londen geleid naar New York. Daar kon ik auditie doen voor de Actors Studio. Dat is ook een grote acteerstudio, zeg maar. En toen had je al die school afgemaakt in Londen? Ja. Oké. Ja, kreeg ik ook goede referenties mee. Nog nooit zo'n goede leerling gehad als Katja.
Dus helemaal vol zelfvertrouwen ging ik naar New York. Volgens mij heb ik die auditie toen wel verknald. Ja, ja. Maar waarom, van de zenuwen? Of, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe oud was je toen? Toen was ik denk 18 of 19. Is ook nog jong. Ja, ja, jong. Ja. Ja. En New York vond ik ook te gek om in te wonen. Alleen ik vond het wel heel moeilijk om daar te overleven, zeg maar. Het is echt, als je nog niet eens echt gewend bent om voor jezelf te zorgen, dan is het sowieso best moeilijk om in die stad voor jezelf te zorgen. Ja, want je had ook geen inkomen natuurlijk. Nee, nee. Ja, ik heb gewerkt als serveerster in een restaurantje, ja. Op een gegeven moment vond ik het toch te heftig. Toen heb ik besloten om het laatste geld wat ik had, ik denk dat ik toen nog 2000 gulden of zo over had, ticket naar Mexico te kopen. Toen heb ik 3 maanden gereisd door Mexico. Waarom Mexico? Daar kon ik een goedkoop ticket naartoe boeken. En dan ging je alleen naartoe of nam je mensen mee? Of ging je met een stel mensen, vrienden, vriendinnen? Of hoe ging dat dan? Naar Mexico ging ik met een vriendin die ook in New York zat. Ja, met z'n tweeën een tijdje gereisd. En daar weer zo'n gevoel van vrijheid en weer die mensen ontmoeten. En je ontmoet mensen uit heel de wereld. Hè? Ja. Dat is echt zo bijzonder. Ja. En als je op reis bent, dan kom je eigenlijk in contact met al je zintuigen, als het ware. Je gaat heel erg terug naar het moment en naar dat wat belangrijk is. Alle ruis die er omheen is, die vervalt eigenlijk. En dus kom je heel dicht bij jezelf. En je ziet veel meer dingen, je hoort veel meer dingen. Komt dat ook omdat je verder niks hebt als alleen dat ding op dat moment? Ja, hè? Dat is wat belangrijk is. Ja, want mensen ontmoeten, openstaan voor mensen. Ja. Want ik denk als je nou gaat reizen van thuis uit, en je hebt thuis ook nog een heel hebben en houden, dan is dat veel anders dan dat jij eigenlijk helemaal vrij bent en alles achter je laat en jouw ding gaat doen natuurlijk. Ja, ja, ook je bent jong en je staat zo in de wereld en alles is zo spannend en je raakt overal van vervuld, als het ware. Ja. En gewoon de vrijheid die je voelt. En de wildheid ook. Hè, daar is eigenlijk wel dat wilde stukje ook begonnen. In Mexico? Ja, mensen ontmoeten, diepgaandere gesprekken over onderwerpen die me veel meer boeiden dan de dagelijkse gesprekken die je hier hebt. Zoals? Ja, in Mexico heb je natuurlijk shamanen en het gaat over heksen en het gaat over het universum en de zin van het leven. Dus je komt daar veel dichter in contact met wie je bent. Ik heb ook een hele mooie trip gemaakt naar het noorden van Mexico. Omdat daar een bepaalde plant bleek te groeien. En als je die plant zou nuttigen, dan zou je een enorme trip krijgen. En dat vond ik bijster interessant. Dus er was ook geen angst bij jou? Helemaal niks. Je had echt zoiets, dat ga ik doen. Ik zie wel naar het terecht komt. Ja. Dus op een gegeven moment waren wij daar aangekomen. Echt in een ghost town. Er was echt helemaal niemand op straat. En uiteindelijk kwamen we bij een plekje aan waar je kon overnachten. Het was echt een bed, een houten bedje. En daar zat een man, een Franse man, en die was echt zo'n hippie, weet je wel. Zo lekkere tie-dye kleding, zo'n lange baard, een beetje verdwaasd. En die ging ons dan inwijden in de peyote-expeditie, zou je en kunnen dat zeggen. Is peyote dat is die is een cactus. Ja? Die groeit alleen in Noord-Mexico en in Zuid-Amerika, zeg maar Texas, het zuiden van Amerika. Nou, en dan ga je dus de woestijn, we gingen de woestijn in, zo'n cactuswoestijn, een paar uur lopen. En op een gegeven moment zegt die man van, hier zie ik ze groeien. Dus ik kijk om me heen, ik zie helemaal niks, weet je. Die man zegt, weet je wat je moet doen? Je moet vragen, want het is een heilige plant. Dus je moet vragen aan die cactus of ze zich aan jou wil laten zien. Jee! Ja. Dus wij gingen een soort meditatie en over die peyote aan nadenken en wat je ermee ging doen en op een gegeven moment, na 10 minuten of zo, doe ik mijn ogen open en ik zag ze echt overal. Nou, en dan is het de eerste die je ziet. Die moet je laten staan. Is het dan ook echt dat je ze zag? Of zat je nog in die meditatie dat je ze je verbeeld? Okay. Nee, ze zijn er gewoon echt. Ja. En de eerste peyote die je dan ziet, die moet je laten staan voor een ander om te nuttigen. En de tweede die je ziet, die mag je dan afsnijden. En dan moet je hem proberen op te eten. Maar het is eigenlijk gewoon vergif wat je neemt, wat dat betreft. Het is heel erg bitter. De meest bittere smaak die je ooit hebt gehad. Nou ja, dat probeer je dan weg te krijgen met een stukje sinaasappel en wat water.
En dan binnen een uur begint er een soort een trip, hè, een peyote trip. Peyote wordt heel veel gebruikt door de shamanen. Hè, dus, ja. Geestverruimend. Zo ja. Moet je het zien. Ja. Oké. Ja. En toen? Wat heeft het jou opgeleverd? Kun je er iets over vertellen? Dat je zegt van, nou, mijn trip ging daarover. Of ik heb toen dat meegemaakt. Of. Ja, wat ik me vooral herinner zijn de kleuren. Overal zag je hele mooie, een beetje regenboogachtige kleuren omheen hangen. En de maan, op een gegeven moment werd het donker, de maan die kwam op. En ja, dat vond ik echt heel bijzonder. En ik denk dat het gevoel dat me het meeste bij is gebleven, is dat, dat jij even groot bent, even sterk, even powerful als het hele universum, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd net zo minuscuul en als een zandkorrel. Ja. Snap je? Dus je bent alles en je bent niets. En dat is best wel een gewaarwording als je dat echt van diep van binnen voelt. Ja. Hè? Dus je bent enorm en je bent heel klein. Ja. En dat is eigenlijk een gevoel wat me altijd is bijgebleven daarna. En waar ik ook, wat ook een beetje mijn levenswijze is geworden. Ja, toen je die trip maakte, is dat bij jou de ommekeer gekomen van heel jouw denken en de manier van leven of niet? Want ik kan me voorstellen, als je jong bent en je gaat reizen, dan ben je zo'n jonge hond, hè? Kwam ja. Daar naartoe, alles is leuk, je ontmoet mensen. Maar als je dan zoiets meemaakt, ja, je bent natuurlijk nog jong, maar ik kan me ook voorstellen, als mensen maar ouder zijn en zoiets meemaken, dat ze ook ja, een hele andere kijk op het leven gaan krijgen, hè? Ik denk dat het een soort inwijding was in de beginselen van bepaalde universele regels die voor iedereen gelden. Maar het was niet zo dat ik meteen daardoor mijn leven of de echte inzichten heb gekregen. Nee. En je bedenkt je natuurlijk ook altijd van, hè, dat je die inzichten hebt gekregen door die plant. Het is een hallucinerende plant en op een gegeven moment is die plant uitgewerkt en dan sta je gewoon weer in de realiteit. En dan is het wel de kunst, denk ik, om dat gevoel weer te kunnen terugkrijgen, maar dan zonder die middelen. Ja. Ja. Ja, maar dat is de kunst. Dat is de kunst, dat ja. Dat is ook de kunst van het leven natuurlijk, ja. Hè? Om je zo te voelen dan. Ja. Ja. Maar wat me wel fascineert is van dat soort drugs, ik heb ze niet veel genomen, ik heb een paar keer van dat soort dingen uitgeprobeerd, is dat dat je veel meer procent van je hersenen gebruikt, lijkt wel, dan dat we normaal doen. Hè? Normaal gebruiken wij 10 of 11% van onze hersenen. En wat als je nou 12% gebruikt? Of 20%, ja. Ik bedoel, hè? Is, ja. En in wat voor een diepere lagen kom je dan terecht? Ja. En dat heeft me wel altijd gefascineerd. Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja. Maar ik wil het bereiken, of ik wil die gedachtegangen, die wil ik bereiken zonder het. Ja. En dat is ook wel gelukt eigenlijk in de rest van het pad wat ik heb bewandeld. Ja, want toen je daar dat gedaan had, dan ben je weer gewoon in de werkelijkheid. Ja. En dan hobbel je weer verder met je reis. Hè? Ja. En je hebt het allemaal in je rugzak zitten, want je neemt het natuurlijk niet af. Want waar ben je toen daarna naartoe gegaan? Toen ben ik heel eventjes teruggegaan naar Nederland. En toen. Jouw ouders, hoe vonden die allemaal? Onze Katja, die is nooit meer thuis en die vliegt van hop naar haar. En ik denk dat mijn moeder het niet zo leuk vond. Die had echt zoiets van, die vond het allemaal wel een beetje eng. En mijn vader, die moedigde het wel aan. Ja? Die had ook volgens mij wel zoiets van, als ik jong was geweest, dan had ik het zelf wel willen doen. Dus. Ja. Ja. Ja, leuk is dan hè? Dat ouders dingen in hun kinderen zien wat ze eigenlijk zelf ook hadden willen doen. Hè? Ja, ja. Ja. Maar toen ben je een tijdje in Nederland geweest? Ja, een maand of 5. Toen heb ik even hard gewerkt volgens mij in een, ik weet niet meer waar, maar in de horeca waarschijnlijk. Mm-hmm. En toen ben ik, toen bleef dat, die acteerdroom, die bleef toch kriebelen. Toen ben ik weer teruggegaan naar New York. En toen ben ik daar alleen teruggegaan. En toen heb ik daar 1,5 jaar gewoond en gewerkt. En toen kwam die maan op een gegeven moment weer terug. Hè, de kracht van de maan. Waarom kwam die terug? Ik mocht in iemands appartementje verblijven die helemaal leeg stond en waar een luchtbed in lag. En ik voelde me echt heel ellendig die nacht. Ik voelde me eenzaam en alleen. En jeetje, wat doe ik in deze grote stad? En het is hier zo moeilijk overleven. Op een gegeven moment dacht ik van, ik ga gewoon lekker lopen door de straten. Toen ben ik gaan lopen, toen kwam ik bij een winkel terecht. En voor die winkel stond een stuk karton, een rond stuk karton.
prachtig geschilderde maangezicht erop. En ik keek naar, naar dat gezicht en ik moest echt blijven stilstaan en het ontroerde me echt. En een vrouw die in die winkel werkte, die keek mij zo aan en die zag dat zo en die knikte zo van, neem maar mee, weet je wel. Ach, wat leuk. Ja, toen was ik gewoon eigenlijk weer blij. Zo, ik heb de maan gevonden, weet je dat gevoel, ja. Hè? En een paar weken later, toen kwam ik een man tegen en die had een theatershow geschreven, een one-woman show. En die heette The Adventures of Catwoman, met een K. Dus ik zag die naam, Catwoman, en ik dacht van, wauw, weet je wel, Katja de Man, Catwoman, wie verzint dat nou? Dus ik had echt zoiets van, oh, dat is voor mij, dat is echt voor mij. Dus ik begon dat script te lezen, maar ik werd eigenlijk steeds depressiever van dat verhaal. In die zin, het was een script over iemand die op straat woonde en die bijna dood ging en allemaal ellende en zwaarmoedigheid. En ik denk, jeetje, weet je wel, ik ben dan wel actrice, maar ja. Wil ik dit wel? Ja. Word ik hier blij van? Word ik hier blij van, ja. Dus dat was een heel heftig verhaal. En, maar ja, ik had zoiets van, het is een kans. En op een gegeven moment, in die tijd, was ik ook begonnen met het schrijven van gedichten. En je hebt dan cafeetjes waar je één keer per week een soort open mic hebt. Dus ik ging naar die open mic toe en ik deed eerst een stukje uit de One Woman Show, The Adventures of Catwoman, die ik aan het leren was. En ik stond op het podium en ik wilde het liefst door de grond zakken. Ik denk, oh help, wat sta ik hier te doen? En toen nadat dat stukje was afgelopen, zei ik tegen het publiek van, ik ga nog wat van mijn eigen gedichten voordragen. Nou, voor die gedichten kreeg ik applaus. En op een gegeven moment kwam die schrijver binnenlopen. En toen had ik zoiets van, jeetje, wat wil jij de wereld eigenlijk bijbrengen met zo'n stuk? Dus ik liep op een gegeven moment naar buiten naar hem en ik zei, ik wil het niet meer doen. Ik zei, jouw boodschap, er zit helemaal niks in. Nee. Het brengt bijna een negativiteit in de wereld, maar ik wil iets doen wat ertoe doet. En op een gegeven moment toen was er een andere regisseur en die zag mij en daar begon ik mee te praten en over dit dilemma. En toen zei hij, waarom ga je niet je eigen one-woman show schrijven? En toen zei ik van, nou, ik ben geen schrijver, ik ben actrice, weet je wel. Toen zei hij, maar als je het niet probeert, dan weet je nooit of het gaat lukken. Ja, ja. Nou, fast forward nog een week later. Ik zit op de stoep in New York City. En het is volle maan en ik ben eerst alle mensen. Ik zat altijd op de stoep, omdat iedereen loopt daar langs en ze hebben niet echt in de gaten dat jij daar zit, zeg maar. Dus je kan heel goed observeren. Nou, op een gegeven moment komt de maan, die komt op. Weer. En ik hoor echt een soort stem in me. En die zegt van, waarom ga je inderdaad niet die theatershow schrijven? Mag je die naam gebruiken, Catwoman? Want het toneelstuk van die venten, dat zal toch nooit het licht zien, zeg maar. Die naam, dat was waarom wat ik jou wilde laten zien. En schrijf dan een show over de dochter van de maan. En dat werd dus Catwoman, The Woman from the Moon. Ach, wat leuk. Ja. En dat heb je ook gedaan? Ja, ja, ja. Je hebt hem ook geschreven? Ik heb hem geschreven en ik heb hem uiteindelijk iets van 300 keer over heel de wereld opgevoerd. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder, omdat ik toen zeg maar ook in de ontwikkeling als kunstenaar zat. Hè. Ik, na het creëren van die show durfde ik mezelf kunstenaar te noemen. En het is gewoon heel, heel bijzonder om iets te creëren wat totaal vanuit jezelf komt en waar je mensen mee kan raken. Ja, en maar ook om en waar het te laten zien. En dan, ja, en dat waar je zelf... Je moet wel ballen hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar dat ontbreekt het bij mij niet. Nee, ik vind het wel heel knap, ja. 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 Al die landen waar je bent geweest of al die plekken waar je bent geweest voor dat stuk, hoe waren daar de reacties? Waren ze overal hetzelfde? Of, want mensen moeten het ook snappen. Ja. Mensen kunnen ook denken van, wat is dit nou weer? Wat ik interessant vind is dat het emoties oproept. En dat was een beetje zeg maar, mijn achterliggende gedachte tijdens het maken van die show. Ik speel de dochter van de maan. Oké, de maan. De maan beïnvloedt de emoties van de mensen op aarde. We zijn voor 70% bestaan we uit water. En de maan beïnvloedt het water, de eb en de vloed en dus ook het water in ons. En dat brengt vaak heel veel heftige emoties teweeg. Hè? Volle maan. Ja, nee, ik ken de verhalen wel. Ja.
En dus dat was mijn taak als actrice, om de emoties van mijn publiek als het ware te beïnvloeden. En wat ik dan deed in die show, is binnen, hij duurde 35 minuten, dan liet ik zo heel veel emoties zien, echt een scala aan emoties, ook uit, aan kracht, aan kwetsbaarheid, aan naïviteit, aan boosheid, aan bezieling. En op het moment dat er, of ik vertelde het verhaal, zeg maar, het was een klein publiek, 40 man, dus elk stukje van het verhaal vertelde ik aan iemand persoonlijk. En op het moment dat er herkenning plaatsvindt, dan open je iemand. Ja. En dat gebeurde dus in die show. Dus mensen moesten huilen of heel erg lachen. Of ze werden verliefd op me. Of ze haatten me en wilden nooit meer iets met me te maken hebben. Maar dat was, dan was het mission accomplished, zeg maar. Hoe lang heb je dat gedaan? 300 keer ongeveer, zeg je maar. Ja, de show die groeide steeds met mijn leven mee. Dus zeg maar, de basisverhaal bleef wel gelijk. Maar hoe het verhaal zich ontwikkelde, dat herschreef ik steeds. Of daar kwam steeds meer bij. Of haalde ik er stukjes af. Ja. En op een gegeven moment ben ik in India terechtgekomen. Niet bij de deur? Nee. Is ook weer totaal iets anders dan New York? Heel anders, ja. Hoe kom je daar terecht, India? Ik luister altijd naar wat ik hoor. En dus op een gegeven moment dan kom je mensen tegen en dan gaat het je opvallen dat er heel veel mensen over India praten. En op basis van dat maak ik mijn beslissingen. Alsof, je wordt weer nieuwsgierig. Ja. Je wordt ook getriggerd doordat hun enthousiast zijn. Ja. Ja. Maar ook wanneer iets gaat opvallen, dat het te vaak wordt verteld, dan denk ik, dan voel ik dat ik daar iets mee moet. Ja. Dat is eigenlijk wel heel bewust leven. Ja. Bewust jouw dingen doen, bewust luisteren wat er verteld wordt, wat er gedaan wordt, wat je ziet. Want dan ga je je pad volgen, denk ik. Hè? Ja, dat is dus wanneer je in het moment leeft en je oren en je ogen en al je zintuigen die staan open. En dan krijg je gewoon, dan wordt het leven eigenlijk heel erg magisch. Want de dingen die je ziet, het leuke van de dingen die je ziet, is dat je ze zelf mag interpreteren naar je eigen betekenis. Dus je kan er over niks mee doen. Of je kan gaan denken van, nou, wat ik nu weer hoor, wat wil dat mij vertellen? Want het gebeurt in dit moment. Dit moment is op dit moment het enige wat er is. Waarom hoor ik dit nu? Waarom zie ik dit nu? Wat wil dit mij vertellen? En in mijn geval lijkt het dan net wel of je hoeft niet echt je eigen echt beslissingen te maken. Maar je moet gewoon vol het pad volgen, zeg maar. De tekens als het ware volgen. Is het dan ook altijd wel voor jou geweest zo van, dit moest zo zijn dat ik hier terecht ben gekomen? Ja. Heb je nooit gedacht van, ik heb dit zelf gecreëerd? Ja. Want dat kan ook, hè? Tenminste, ik geloof daar wel in, hoor, dat er tekens zijn en de kunst is van het zien. Nou ja, de tekens zijn er altijd voor iedereen. En, maar de manier waarop jij ernaar luistert of waarop je erop reageert, dat is het creëren van het leven zelf. Ja. En dus durf ik te zeggen, ik creëer het leven zelf. Ja. Maar het is mijn interpretatie van wat ik hoor en zie. Dus op allebei de vragen kan ik antwoorden. Ja. Ja. Ja, ik zit precies op het juiste moment, op het juiste... Ja. Of op het juiste pad, op het juiste moment, juiste plek. En ik heb het ook allemaal zelf gecreëerd. Ja. Want door mijn actie en door mijn... Onderneming, het ondernemen. Van het ondernemen, ik moet het wel in gang zetten. Ja. Dat gebeurt niet zomaar. Nee. Wat heeft India jou opgeleverd? Nou, in India was ik een jaar of 22. En eigenlijk alles wat ik heel mijn leven had geleerd, zeg maar. Van mijn ouders en van de leerkrachten en van... De normen en waarden. De normen en waarden. En helemaal niks klopte meer in India. Het was daar allemaal anders. Oh ja? Ja. Waarom? Omdat het een puinhoop was? In de positieve zin dan, hè? Of dat het... Ja, er is een daar een... levensstijl. Ja, de hele levensstijl. Hoe mensen leven, hoe ze denken. Er hangt daar een bepaalde spiritualiteit, een bepaald vertrouwen en berusting in het leven. Er is een enorme dualiteit, hè? Arm, rijk. Het is echt een magisch land. Het is een hele bijzondere energie waarin in India kan alles, zeg maar. Dus als er, het meest extreme voorbeeld, als iemand dood zou zijn en
je hoort het verhaal dat, het, dat die toch weer tot leven zou zijn geroepen. Dan denk je van ja, dat kan eigenlijk dat kan. Alleen maar in India. Ja. India zou dat kunnen, zeg ja, maar. Ja. Ja. Wat ging jij in India doen? Er is ook een reden geweest waarom je naar India ging. Ik was gewoon heel benieuwd naar India en ik kan me niet herinneren dat ik echt zoiets had van ik wil dat of dat. Gaan zien of nee. Gaan doen. Of... Dus dan kom je daar en denk je zo, ik ben er. Ja, inderdaad een retourticket geboekt met een open datum. Niet wetende waar ik die eerste nacht zou gaan slapen. Ja, en dat is dan ook weer zo mooi, want dan kom je in het vliegtuig. Dan zit er toevallig iemand achter je. Dat was een oude Indiaanse vrouw. Nou, dan begin je dan mee te praten. Die zegt, heb je geen verblijfplaats? Nee, weet je niet waar je naartoe gaat? Nee, dat kan echt niet, zegt ze dan. En dan moet jij met mij mee komen. En dus zo ga je dan op ja, reis. Ja, maar. Knap hoor. Ja. Ja. En ook wel een blind vertrouwen hebben, hè? Want waar kom je terecht natuurlijk? Hè? Ja. Ik geloof 100% wat je uitstraalt, straalt je in. Ja, dat is iets anders. Ja, ja. Dat denk ik ook wel. Ja. En ik denk dat als jij open en niet oordelend, aardig, met liefde mensen tegemoet krijgt. Dankbaar, ja. Ja. Dan krijg je dat ook terug. Ja. Dan komt het ook op jouw pad. Ja. En dat was ook zo. Ja. Want uiteindelijk ben je in India ook weer goed terechtgekomen. Ja, absoluut. Ja. Je kon daar bij die vrouw blijven slapen en vandaar ben je verder gegaan met jouw reis. Ja. Ja, toen ben ik op een gegeven moment in Pune terechtgekomen. En in Pune, daar heb je een soort commune. Dat is de Osho-commune. Oh, ja. Ja, dat Osho, dat is zo'n spirituele master met zo'n lange baard. En, hij staat eigenlijk bekend omdat hij iets van 100 Rolls Royces in bezit heeft. Ja. Ja, en daar kwam ik terecht. En dat vond ik ook wel een bijzondere wereld. Het is de stad van de liefde, noemen de mensen die daar wonen. De mensen die naar Osho toe gaan, zeg maar. En je kijkt om je heen en iedereen staat verstrengeld in een innige omhelzing. En ik vind het heel fijn om dat soort dingen te observeren. Het is niet jouw ding? Nee, het is niet mijn ding. Nee. Waarom niet? Nee, in het geval van Osho, Osho werd echt als een meester gezien. Hè? Ja. Van, oh, Osho. Ja. En ik weet niet wanneer ik dat besloten heb, maar ik heb besloten om nooit een meester. Nee, is ook nergens voor nodig, nee, toch? Nee. Gelijkwaardigheid. Ja. En ik ben mijn eigen meester, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar wat merkte jij toen je daartussen zat met die mensen? Kreeg je daar wel contact mee? Ja, heel veel contact, ja. Dat waren toch wel vrij veel mensen die een moeilijke jeugd hadden meegemaakt. En die echt in Osho, zeg maar, het nieuwe begin zagen. Oh, ja, ja. Ja. En dat is prima als mensen dat nodig hebben. Ja. Ze krijgen echt een nieuwe naam op het moment dat ze geïnitieerd worden. Zo. Ze krijgen een nieuw, de dag van de initiatie is de nieuwe geboortedag. En dus kunnen mensen met een schone lei verder. Ja, en die blijven daar ook altijd wonen dan? Nee. Of die kunnen van daaraf weer verder ja, trekken? Er zijn, maar, er ja, zijn ja. Communes all over the world. Ja, ja. Ja, ja. Heb je hem ook ontmoet? Nee, want hij is al dood, al lang dood. Is hij ook? Oh, dan wist ik niet dat je al lang dood was. Oké. Okay. Dat mag ik niet zeggen. Hij heeft zijn lichaam verlaten. Oh ja. Oh, dan wist ik niet dat hij dood was, ja? Ja, ik volgens mij in het begin de jaren 90 of zo. Jee. Ja. Neemt iemand er dan over? Nee. En zijn die mensen dan niet dwalend als zo'n meester wegvalt? Ja, maar hij heeft zoveel video's opgenomen. En ja. Zo, dat is zeg maar niet echt aan tijdgebonden waarheid. Nee. Dus, hoe lang ben je daar geweest? Nou, ik ben daar ik was 9 maanden uiteindelijk in India. En waarvan ik ongeveer 3 of 4 in Pune ben geweest. Maar ik kwam steeds een beetje terug naar Pune. Dat was een soort basis geworden vanuit... Waar ja. Je andere reizen ging maken. Oh, ja. In Kashmir ben ik geweest. Dat was wel een bijzondere plek. Dat was wel totale naïviteit. In die zin dat... Van jouw naïviteit? Ja. Ja? Ja, ik had een paar mensen ontmoet die daar vandaan kwamen. En die zeiden, oh, het is daar zo mooi en zo bijzonder. En daar moet je heen. Dus ik, nou, lijkt me leuk, weet je wel. Dus ik daarheen. Het was echt 3 dagen met de trein reizen. Want het is echt, de afstanden daar die zijn echt onmenselijk. Toen kwam ik daar aan en uiteindelijk heb ik daar op een woonboot ben ik daar verbleven een tijd. En toen dacht ik van wat is dit rustig en er zijn geen andere toeristen. En ik mocht niet van de eigenaar van de boot alleen echt
die stad in. Okay. Zijn zoon moest met mij mee. Op een gegeven moment zit ik bij zo'n chai barretje. En komt er een blanke man, die ziet mij en die komt op me afgerend. Het was een journalist voor de BBC die daar aan het onderzoeken was hoe een groepje Europeanen eigenlijk tot hun einde zijn gekomen daar. En daar zat jij niet. En dat wist je niet dus. Nee. En ik wist ook niet, volgens hem was het was daar een oorlog gaande tussen Kashmir en volgens mij Pakistan. Okay. Ja, en ik zat gewoon in een vette oorlogszone. Maar heb je niks van gemerkt eigenlijk? Ja, op een gegeven moment denk ik van ja, nee, verrek. Ja. We zijn wel heel veel militairen en armoede. En ik ben toen met die journalisten 2 dagen op pad geweest. En daar heb ik wel verschillende dingen gezien. En, meegemaakt, ja. Ja, maar ook daar gewoon totaal vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. En dat het, ben je nooit bang geweest? Ik ben nooit echt bang geweest. Ik bedoel, ik heb wel mijn voelsprieten uitstaan natuurlijk. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik echt ooit bang ben geweest, nee, volgens mij niet. Je bent ook nooit bedreigd of zo? Of. Nee, ik heb wel heel veel rare mensen ontmoet. Ja. Ik ben wel een magneet voor de rare mens. Maar, en dan komt dat acteren ook weer terug. Ja, eigenlijk vind ik dat bijster interessant. He, iemand die anders denkt en anders doet. En, ja. Nou, als er geen agressie bij zit of dat ze jou daar niet mee lastig vallen, is dat prima, hè? Ja. Maar ja, ooit kan het ook bij hun in het hoofd natuurlijk. Ja, er zijn echt wel gekke mensen. Ja, dus er zijn ook wel, niet echt hele vervelende dingen, maar wel dat ik echt mezelf moest beschermen in die zin. Ja, wat ik heb gemerkt is dat je dan, als je wat gekker dan de gek gaat doen, dat ze dan door jou geïntimideerd raken. Dan kwam dat acteren ook weer mooi van pas. Ja, je moet ze even overbluffen. Je moet ze overbluffen. Katja, en toen? Naar India. Weer verder? Waar ben je toen? Ja, je hebt een heel reis gemaakt. Dus... Ja, na India. In India zijn er nog hele mooie dingen gebeurd. Daar is wat mij betreft wel zeg maar die ommeslag gekomen waar we het net over hadden. Want in jouw boek heb jij jouw levensverhaal geschreven. Ja. Hoe kun jij nou dat wilde naar boven brengen? Hoe wil je dat gaan doen bij andere mensen? Ja, ik wil inspireren. En de letterlijke betekenis van het woord inspiratie is het ervaren van levenskracht en op grond daarvan ondernemen. En inspireren is dan het verlangen wekken om in contact te gaan staan met die levenskracht. Goed voorbeeld van het inspireren is de Facebook Challenge die ik heb georganiseerd. Dat klopt, dat heb ik gezien. Ja. Zo ben ik ook aan jou gekomen. Ja, ik zag dat langskomen, ja. Ja. Een Facebook Challenge bevrijdt de wilde vrouw in jou in 30 dagen. Die heb ik toen ongeveer half oktober heb ik die online geplaatst dat ik die wilde gaan doen. En de dag nadat ik hem online had geplaatst, deden al 25 vrouwen mee. Had ik echt zoiets van, er doen al 25 vrouwen mee, wat leuk. Op het moment dat het begon, dat was 1 november, toen deden er meer dan 3200 vrouwen mee. Yeah. Ja. Elke dag heb ik een filmpje geplaatst over een bepaald onderwerp. Dat bijdraagt aan de bevrijding van jezelf. Ja. Maar ook wat je de wereld wil laten zien. Ja. Een leuke opdracht was bijvoorbeeld, stuur eens een kaart. Schrijf eens 3 kaarten. Stuur eens 1 kaart aan jezelf. Met een mooie wens voor jezelf. 1 kaart aan een vriendin van je. En 1 kaart die stuur je niet op, maar die schrijf je wel. En die is voor een onbekende. En die laat je dan gewoon ergens achter. In de trein of in de supermarkt laat je hem per ongeluk op de grond vallen. En die kaart die moesten ze dan fotograferen. Op Facebook plaatsen. En op die kaart stond ook een link. Dus voor de vinder, die kon die kaart terugzoeken. En zo zeg maar. Leuk. Kwamen mensen in verbinding met elkaar. Een andere challenge die ik deed, die ging over het hebben van een oordeel. En je kent het wel, hè? Die persoon, die persoon die is zo vol van zichzelf. Betekent dat, hè? Daar kun je over oordelen. Maar betekent dat eigenlijk niet dat jij die volheid van jezelf, die we eigenlijk allemaal zouden moeten voelen, omdat het gewoon een fantastisch lekker gevoel is, omdat je dan dicht bij jezelf staat, van jezelf houdt. Betekent dat dan misschien, in plaats van het oordeel, dat een gemis is in jezelf. En dus was de challenge voor die dag om elke keer als jij voelde dat jij een oordeel had, om dan een lucifer
aan te steken. Dus iedereen moest die dag een luciferdoosje meenemen. En tijdens het aansteken van de lucifer verbrandde je als het ware het oordeel. Dus dat was een hele leuke challenge om je bewust te worden hoe vaak jij op een dag oordeelt. Ja. En ook, wat zegt dat over mij? Ja. Dat is ook wel leuk, ja. Bij eigenlijk alles wat je doet en alles wat je zegt, ook al zeg je het over een ander, heb je het eigenlijk over... Over jezelf, ja, over jezelf, ja. Leuk, hoor. Ja. Hoe waren de reacties? Want hoeveel vrouwen had je toen? Ook steeds die 3200 die meedeed? Of zijn er uiteindelijk steeds meer bijgekomen? Nee, er zijn er juist afgevallen. Omdat het voor te veel vrouwen te heftig was. Te heftig, ja? Ja. Goh. Ja. Ik denk dat het aan het einde van de challenge waren we nog met 3000 vrouwen zoiets over. Van een van die vrouwen kreeg ik op dag 30 te horen dat ze had meegedaan. Al 9 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis was opgenomen. Al jarenlang met de depressies kampte en dat ze de hele challenge met haar therapeut had gedaan. Och, wel leuk. En dat het de eerste keer was in jaren dat ze elke dag de bed uit kon. Dan denk ik, wauw, dat is zo, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Ja, ik ook. Ja, dan doe je het goed, hè? Ja, dan denk ik, dan echt, mission accomplished. Hè? Ja, geweldig, ja. En er was een andere challenge waarin stond, durf te vragen. Hè? Er is een overvloed in de wereld. Echt, dat we met tekorten kampen, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Omdat er zoveel is. Maar durf te vragen. Durf te vragen wat je nodig hebt. Er was één vrouw, het was bijna Sinterklaas, die kon dit jaar door scheiding en dat soort dingen geen cadeautjes voor de kinderen kopen. Ze had geen geld. Waarop een andere wilde vrouw zei, maar ik heb wel geld, dus ik koop cadeautjes voor jouw kinderen. Waarop op 4 december die ene vrouw een fotootje plaatste van een enorme doos vol met cadeautjes. Geweldig, Die aan haar kinderen werden gegeven door die andere vrouw. En dat is zo mooi wat er met die challenge gebeurde. Er is geen woord van jaloezie tussen vrouwen geweest. Er is geen woord van kattigheid of ook dingen waar vrouwen onbekend staan. Het was alleen elkaar omhoog helpen naar een hoger platform. Ja. En dat kan dus. Hè? Ja, dat kan. Ja. Is het dan niet zo, Katja, als dan zoiets afgelopen is, dat je het dan ook mist? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het... dat het natuurlijk ook heel geweldig is voor jou, dat je zoiets in beweging zet. Ja. Hè? Jij groeit daar zelf ook steeds meer van. Ja, absoluut. En ook de kick die je hebt. Dat je denkt, shit, moet je kijken wat mooie dingen gebeuren hierdoor. Maar jij begint met houten top. Ja, dat is wel even moeilijk geweest. Ja, want het is toch jouw eigen energie moet je ook hoog houden. Ja. En dan is dat toch eventjes. Hè? Ja. Wat heb je toen gedaan? Nou, ik heb na die challenge heb ik even... voelde ik wel het gemis ervan, zeg maar. Toen heb ik toch nog 1 challenge per week gedaan, om het een beetje bij te houden. En daarna ben ik naar Los Angeles gegaan. Omdat de vader van mijn kind, die woont in Los Angeles. Okay. Dus we zijn zijn vader met de kerst en Je hebt een zoontje, hè? Ik heb een zoontje, zoontje van... Is hij ook de reden waarom je hier bent komen wonen in Liemt? Of? In Liemt? Ja? Ja. Nou, nee, ja... Nee, het is niet de reden, maar het is wel erg lekker wonen hier met hem. Het is ook wel een veilige omgeving. Het is dan, ik bedoel, als je zo bruisend leven hebt als jij, dan, en je mocht in één keer moeder, dan moet er toch een knop om even. Hè? Ja, zeker. Hoe was dat voor jou? Ik had een hele zware bevalling, waardoor ik zeg maar verplicht 6 maanden daarna niet heb gewerkt. En dat was heel fijn, hè? Dus ook om te wennen aan je kindje en aan überhaupt te wennen aan iemands moeder te zijn. En ik vond het eigenlijk heerlijk. Ja. Het is natuurlijk een totale aanvulling op je leven. Ja. Het is geen opvulling, maar echt een aanvulling. Ja. En wat ik wist natuurlijk dat ik zielsveel van mijn kind zou houden vanaf het eerste moment dat zijn hartje klopte. Maar wat me echt wel degelijk heeft verbaasd in het moederschap, is dat kind ook zoveel van jou houdt. Daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan, hoe dat... Want die is nou 1 jaar of 7, jouw jongen? Ja, hij wordt in september 7. Zit nou in groep 3, hij zit wel in de bokstel op school. Oh, ja, daar gaat het hartstikke goed mee. Leuk. Hij mist zijn vader natuurlijk wel. Ja, want die woont in Los Angeles. Ja. En daar kun je natuurlijk ook iedere keer zomaar even op de koffie. Nee.
Nee, we gaan 2 keer per jaar gaan we daarheen. Of dus zien we elkaar. En voor de rest is het heel veel met Skype en FaceTime. Dat, dat is zeg maar de Skype van de telefoontje. Ja. En zo legt hij ook Jonas 's avonds op bed. Hè. Dan zeggen we, nou, papa gaat jou vanavond op bed leggen. Ja. En dan zet ik de Skype langs zijn bedje heen. En dan leest papa een verhaaltje voor. En dan, ja, gelukkig valt hè, dat dat er is dan. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, van de ene kant gelukkig, van de andere kant vind ik, blijf ik het toch wel pijnlijk vinden in die zin dat je kan elkaar niet voelen of ruiken. En 7-jarig kindje heeft niet altijd zin om te praten. Nee, of, nee, je moet ook tegen jou aan kunnen kroelen, ja, ook ja, als ja. vader. En ja. Je moet je mee hutten kunnen bouwen. Maar ja, het is wat het is. Hè? Ja, ja. Dat moet je toch mee doen natuurlijk. Ja. Maar goed, in een periode waarin je het gevoel hebt dat er niet veel gebeurt, gebeurt er eigenlijk toch heel erg veel. Ja. Want ik heb heel veel dingen bestudeerd. Ik heb heel veel filmpjes van YouTube gekeken van andere inspirators. Nou, ik ben heel erg teruggegaan naar mijn eigen kracht. Dus ik ben bezig met een aantal concepten aan het bedenken om vrouwen te inspireren. En eentje daarvan is een up and aware party. Dat is eigenlijk een avondje die ik met vrouwen beleef. Waarin ik ze inspireer om dichter bij zichzelf te komen. En ik ben bezig met het geven van lezingen over wilde vrouw. En nou ja, ik merk op de reacties die ik daarop krijg, die zijn allemaal zo goed en zo waardevol. En ik merk echt dat het iets losmaakt bij vrouwen. En dat is de bedoeling. En dat is de bedoeling. Ja, en dat is wat ik wil. Dat is mijn nieuwe droom, zeg maar. Die... Katja, ben je nou niet bang als je iets losmaakt bij vrouwen of bij mannen? Dat er een hele hoop naar boven komt. Hè? Want ik denk dat er wel dingen loskomen, maar ik denk dat vrouwen dan wel... Het als een bevrijding gaan zien. Ja, zo misschien. Ja. Als die bevrijding gaan zien. Ja, je moet er doorheen. Je moet overal doorheen. Het is niet alleen maar lantigvanten en lachen. En merkte ik met die scheiding ook, weet je wel. Heel lang kun je gewoon doorgaan en dan op een gegeven moment denk je, ach, shit, wat is er allemaal gebeurd? Ja. En, En dan kun je pas weer verder. Ja, en dan kun je dan moet je daar doorheen en dan kun je weer verder. Ja. Ja. Ik had je nog even iets anders. Wat zijn jouw toekomstplannen? Nou, mijn toekomstwensen zijn om een heel groot publiek te bereiken met Wilde Vrouw. Door middel van lezingen en trainingen en coaching sessies en... gewoon op allerlei mogelijke manieren. Ja. Dus dit is wel jouw ding. Ja, dit is echt helemaal mijn ding. Ja. En het reizen, voorlopig rust? We gaan in de zomer ook weer naar Los Angeles, naar zijn vader toe. Ja. En als we dan daar zijn, dan heb ik daar geen zin om 4 weken echt bij te zitten. Nee. Dus dan ga ik vanuit daar ook meestal 10 dagen of zo ergens heen. En ik ben vorig jaar in Mexico geweest. En het is me heel goed bevallen, dus misschien ga ik daar weer naartoe. Ja. En dat is ook fijn dan, hè, om dan even alleen te zijn. Want ik in principe voed ik mijn zoontje alleen op. Dus dat kost nogal wat energie. Echt wel, dat is ook heftig. Ja. Ja. Ik zag je net langs het huis. En allemaal houten stukken boom staan. In een kring. In een kring, ja. Vertel eens, wat is daar, wat is de bedoeling? Want je hebt eigenlijk zoveel grond hier om het huis. Wil je hier ook van alles gaan doen? Ja, in die zin, ik doe sowieso 1 keer per jaar geef ik een enorm feest voor mijn vrienden en hun kinderen. Dan komen hier echt 40 volwassenen en 30 kinderen. We blijven allemaal slapen in tentjes, we maken grote vuren, er komt een DJ, we maken projecties in de bomen met beamers. En het is een heel bijzonder feestje, dat is nou de 6e jaargang. En ik ben nou ook bezig om wilde vrouwen weekendjes te organiseren. Zodat vrouwen gewoon hier in de tuin kunnen samenkomen. En dat we dan lekker eten samen en een workshop doen en inspireren. En elkaar inderdaad bevrijden. Ja. En ja, dat eten, dat is ook iets wat ik echt heel graag doe. Okay. Koken. Ja, want ik wou net zeggen, hoe ga je dat dan weer doen? Ja. Ja, lekker koken. Ik hou heel erg van eten en heel erg van koken. En in koken kan ik ook heel veel kunstzinnigheid kwijt. Het is ook mijn baan geweest de afgelopen 7 jaar eigenlijk. Koken? Ja, dat ik voor alle gasten die ik ontving op de locatie die ik toen had, kookte. Leuk. Dus, dat is echt een hobby dus. Ja. En ik heb een grote moestuin, dus daar kan ik dadelijk weer verse producten uithalen. Ja, dus dan dat koken, dat wil ik eigenlijk niet opgeven. Nee. Het is ook leuk om te doen, hè? Ja. Het is eigenlijk een stukje aanvulling dan als je mensen ontvangt. Ja. Ja, verse gebakken taarten en verse soepen. En... Lekker, ja. Ja, leuk. Ja.
Ik voel me kunstenaar van hart uit. En de ene keer kan ik me beter uitdrukken in het schrijven van een boek. En de andere keer in het maken van een schilderij. Of het koken van een gerecht. Of het maken van een foto. Ik bedoel, het zit altijd in andere vormen. Maar ja. Wat voor mij telt is de expressie. Hè? Dus wat dat betreft... Het creëren. Het creëren, ja. Wat zo mooi is, vooral aan een gedicht vind ik... Op het moment dat je dat schrijft, hoef je eigenlijk weinig moeite te doen. Gaat het eigenlijk moeiteloos. Ik zit wel in een bepaalde stilte. Ik zit dicht bij mezelf. En het lijkt net alsof ik een stem hoor. Ja. En ik hoef alleen maar op te schrijven wat die stem zegt. Dit gedicht heet Golden Leaf. En dat heb ik geschreven in India. Het is eigenlijk een soort vragenlijstje. Dus je kan ja of nee antwoorden. En je erdoor laten inspireren. Golden Leaf. Did you already find your way to heaven? Did you already set yourself free? Did you already meet the gods inside you and love yourself and others unconditionally? Did you have adventures like you're a movie star and do you already realize it's actors we all are? Have you ever been yourself without feeling any shame, and if you don't feel happy, you're the only one to blame? Did you ever meditate and masturbate and create? Did you already transformate yourself into an angel? Do you already trust every second of the day? And do you know the other world isn't far away? Did you educate yourself without needing a book? And when looking in the mirror, do you like the way you look? Do you live right here and see the signs right now? Do you feel as holy as an Indian cow? Is your karma clean, and have you ever seen a golden leaf? Do you swear you're not blind, you really, really see, with or without ecstasy, that there's nothing but eternity? Can you feel me? Did you ever live? And have you ever died? If you can answer all with yes, then welcome to the other world, because you have touched the light. Mooi hoor. Wauw. Ik zit hier met kippenvel. Dank je.